Als je geld overmaakt vanuit je zakelijke rekening naar je privérekening, komen er dan extra kosten bij aan het eind van het jaar? Nee, als jij een onderneming hebt met een eenmanszaak of een VOF, dan betaal jij belasting aan het eind van het jaar over je winst uit onderneming. En daarbij maakt het dus niet uit hoeveel en hoe vaak jij geld overmaakt vanuit je zakelijke rekening naar jouw privérekening. Dat maakt voor je belastingen namelijk niets uit. Jij wordt als ondernemer met een eenmanszaak of een VOF namelijk gezien als één persoon. Dus jij en je onderneming zijn één. En je betaalt dus echt alleen belasting over die winst uit onderneming. Als jij dus besluit om alles van je zakelijke rekening op te nemen en dat naar je privérekening over te boeken, dan betaal je nog steeds over dezelfde winst uit je onderneming belasting dan wanneer jij besluit om al dat geld op je zakelijke rekening te laten staan. Die winst, die blijft namelijk hetzelfde en daar is het, dat is het bedrag waar jij dus belasting over betaalt. Voor je administratie is het wel slim om deze overboekingen tussen je privé en je zakelijke rekening goed in beeld te houden. Dus om ze goed te verwerken in je administratie, want dit is een extra vraag in je aangifte inkomstenbelasting. En daarmee maak je het jezelf wel een stukje makkelijker wanneer je deze aangifte aan het eind van het jaar doet.